Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En dit keer hebben jullie bepaald of we een kijkje moeten nemen in de verlaten klooster. In Duitsland. Duitsland. Ja. Nou, hier in de buurt zit dus blijkbaar een oud klooster uit de Tweede Wereldoorlog. En daar gaan we even een kijkje nemen. Maar we zijn net al langs gereden en we zagen verdacht veel camera's. Oh, zie je die camera daar knipperen? We zijn echt op veel plekken geweest, maar ik heb zelden zoveel camera's gezien. No trespassing, 18 video-oberwachting, treden verboden. Dit is zo ziek beveiligd. Ik denk de Nederlandse bank kan hier nog een puntje aan zuigen. Er staat als je binnen bent, het wordt bestraft met een celstraf en een boete van 1500 euro per persoon. En je ziet gewoon op een afstand overal camera's. Nou, dan hoef je in ieder geval niet bang te zijn dat er niet wordt gefilmd. Gaan jullie maar lekker verder, alsjeblieft. Nou, we hebben dus nog één weg en daar gaan we nu een kijkje nemen. Ik heb nog nooit zoveel cameralampjes zien knipperen van een afstand. Ik bewoog één keer met mijn ziel. Met je ziel. En je ziet alle lampjes bewegen. Goed, we hebben de auto geparkeerd. Het is fucking koud. Het schijnt goed beveiligd te zijn. We zien alleen maar veel prikkeldraad, hekken, camera's. Dus ik zeg, dit gaat ons nooit lukken. Maar we gaan het proberen. Ja, we gaan het sowieso proberen. We moeten eerst een goede plek vinden zonder prikkeldraad. Waar kunnen wij naar binnen? Hier? Oh, daar komt de auto aan. Fucking chill. Doe die camera even uit, alsjeblieft. Ja hoor, kijk maar. Er is al politie. Ja. Guten Abend. Wirst bitte nicht gefilmt werden, ja? Ah, nee, nee. Kein Problem. Still out this camera, yes? Yeah, yeah, yeah. Okay, thanks. You are here with the second car, with the white car. Ah, he was looking for us yes. Already. Yeah. Oh, they called. They called for people to. Really? But how many people are visiting this? Saturday and Sunday always in the night or something like that. Oh my god. We from Holland, Netherlands. Okay. Yeah. What about the new kids? Yeah, new kids! Yeah! Yeah, Maaskant! Ze zijn echt heel relaxed. Ik dacht echt, we krijgen gezeik, maar het zijn echt hele chille Duitsers. Dramatisch, Thomas. Dramatisch. Ja. Wat nu? Wat gaan we nu doen? In ieder geval niet dit terrein op. We staan zo 5 minuten weer hier. Ja, dat heeft geen zin. We gaan gewoon kijken of we een andere plek kunnen vinden. Ja. Oké. Ja? Ja. Steven heeft iets gevonden. Krankenhuis is een ziekenhuis. Een militair ziekenhuis of zo. Royal Air Force, ouwe. Nou, let's go. We gaan gewoon kijken. Goed, we hebben een tweede locatie gevonden. Dat is hierachter. Het is, als het goed is, een Brits verlaten militair ziekenhuis. Dit is de poort die gewoon open staat. Heel bizar. En we stappen nu in de auto en dan gaan we erheen rijden. En ja, we weten er helemaal niks over, maar het is in ieder geval open. Dus ik ben benieuwd. Holy shit! Kijk, het zit helemaal vol dat gebouw, gek! Dit slaat nergens op, ouwe. En we komen hier gewoon bij toeval zijn we hier terechtgekomen. Hè? Dit is gewoon een heel dorp, man, dit. Een heel verlaten dorp. Dit, we hebben nog nooit zo dicht naast een locatie geparkeerd. Wat ga je doen? Ga je erin zetten of zo, pik? Wat is dit nou? Er staat er gewoon naast. Dit slaat er helemaal nergens op, pik. Dit moet je eerst maken. Ga buiten staan en maken wij een shot dat we uitstappen. Dit slaat helemaal nergens op. Nou, we zijn er. U bent aangekomen op uw locatie. Dat is echt op. En hier is de ingang. We zijn opeens terechtgekomen in een soort spookdorp. Ik wist niet dat bestond in Duitsland. Nou, ik had dit ook niet verwacht. En ik zat letterlijk gewoon op Google even zo. Verlaten locatie in de buurt. Zo. En ineens dit gewoon. Hoe dan? Zullen we naar binnen gaan? Ja, zullen we kijken. Gaan we doen. Wow, kijk deze gang, ouwe. Dit is helemaal afgefikt, ouwe. Dit is niet normaal. Is het wel verstandig als wij hier nu doorheen lopen, jongens? Wat is dit? Ah, weet ik veel. Alles is helemaal een get verdemmen, ouwe. Hoe lang staat het al leeg? Sinds 1954. 1954 al? Nee, toch? Nee, wel, nou ja, ik weet, ja, 1953, ja, volgens mij. Ja, zoiets, ja. Waarom ruimen ze deze rotzooi niet op? Ja, wat moet je, waar ga je beginnen, maat? Het is zo'n eng gebouw, want overal hoor je water lekken. Hè? Je kan ook ziek goed verdwalen hier. Oh, we gaan nu linksaf en dan ben ik echt de weg kwijt, hè? Ja. Luister dan, jongens, we moeten niet de weg kwijtraken. Het is wel echt lang geleden dat we een verlaten gebouw hebben gehad met zulke lange gangen als dit. Ja.
Zo, maar kijk even hoe ver je nog kan. Het loopt eindeloos door, man. Ik kan het einde niet zien. Gewoon andere gebouwen zie je dan weer staan. Dit is zo ziek groot. Luister dan. Ja, je hoort alleen maar dingen. Je hoort alles. Je hoort hele rare dingen hier. En ik heb echt nog nooit zulke lange gangen gezien in mijn leven. En we zijn veel op verlaten plekken geweest. Volgens mij heb ik die quote 1 keer eerder gemaakt. Dat is echt 4 jaar geleden in Bloemendaal was dat. Deze gang is eindeloos, hè? Hij ziet het einde gewoon niet. Ik heb nog nooit zo lange gang gezien. Klinkt heel dom, maar het is echt. What the fuck? Je kan hier gewoon een haasje daar slopen als het moet. Oké, maar we hebben dus gezien dat we niet naar boven kunnen, toch? Nee, want net hing in de dingen. Maar boven is precies hetzelfde als beneden, toch? Ja, ik vind het gewoon eng dat mensen dan van die pijlen op de muur schrijven. Alsof je ergens naartoe wordt gelokt. Nou, laten we die pijlen een keer volgen. Kijken wat uitkomt. Kijk. Ja, maar luister, jongens, we moeten de weg. We raken de weg kwijt. Ik meen dit serieus. Ik meen het ook serieus. Ik ben het helemaal eens met Giel. Ik wil niet. Weet jij nog waar de auto staat? Links, rechts, links, een stukje rechts. Precies. En dan weer links. En dan naar buiten. En dan is daar de auto staat voor de deur. Maar de laatste keer dat Stefan ging navigeren. Dit ging niet goed. Nee. Straks. Oh, hoor je die knal? Ja, die knal hoor ik. Hallo? Kijk, daar is iemand. Daar is iemand. Gappie, van ben je dit? Wat is het? Is hallo? Ja, daar ging de deur dicht open en nu horen we allemaal shit, toch? Helaas, mijn hart zit zo hoog, jongens. Oké, laten we eruit. Ik wil weg. Ja, jongens, ik sta echt te shaken echt als een malle, jongen. Dat is niet normaal, jongen. Ja, maar ik wil terug, oké? Okay? We raken bijna de weg kwijt. Nee, we horen rare geluiden. Het is mooi geweest. Kom, we gaan terug. Steve! Stefan! Luister nou eens. Iedereen in de groep zegt dat we terug gaan, dan gaan we gewoon terug. Oké. Maar daar komt het glas aan. Als iemand niet content is met deze shit, dit is gewoon tralies. Dit is gewoon een gevangenis, weet je. Jongens. Ik vind die geluiden. Ik word helemaal para. Dit gebouw is een partij te groot, vriend. Ik heb het denk ik al 10 keer gezegd, maar het is echt gigantisch chill. Fijn, gezellig. Net thuiskomen. Heb je echt naar je zin, vriend? Ja, ik ben echt aan het genieten. Overal is dat instortgevaar. Ja, dat lijkt me ook best wel. Zit wel wat in. Wel jij even dat je auto zo dicht hebt gestaan. Stel dat er iets gebeurt. Als het gebouw instort, dan is jouw auto ook naar de tyfus. Ja, maar hij staat er net naast. Dat ze nu van een afstand aan de andere kant allemaal. Dat ze die hekken dicht hebben gedaan, dat zijn we natuurlijk. Dat ze het gaan opblazen nu, zeg maar. Oh ja. Oh shit, wat was dat? De deur is gewoon een deur. Dat is geen deur. Okay, dat was wel echt heel hard, gek. Ja, toch, wacht nou. Zo pittig. Fucking hell. Ik ben weg, hoor. We waren straks voor bij de hek. Is dat lekker dichtbij, hè? Ja, wat fijn dat je auto hier staat. Als het service. Markt is. Wat een service, toch? Instappen en wegwezen, jongens. Mooi. Nou, vonden jullie dit nou een hele toffe, spannende video? Vergeet dan sowieso niet even een duimpje omhoog te doen. Ben je nog niet geabonneerd, wat ik me bijna niet kan voorstellen, abonneer dan even op dit kanaal. Deel deze video met al je vrienden, familie. Noem maar op via WhatsApp, Facebook en Instagram. En dan volg ons ook even op social media. Tootje met 4 O's, Gielke, Giel tegenwoordig en Stefan Stuk TV. En dan zien we jullie volgende week weer. Later!